De financiële afspraken voor Surinaamse medische studenten die in Cuba studeren drukken zwaar op de begroting. Minister Amaramadin van Volksgezondheid zegt dat de overheid deze afspraken niet gaat kunnen continueren onder de huidige voorwaarden. Volgens hem zullen er andere mogelijkheden bekeken worden om de studie van deze studenten te garanderen. We kunnen het altijd nog bespreken hoe wel. En wat de bereidheid is van de studenten om bijvoorbeeld in plaats van een financiering over te gaan naar een lening. Snap je? Dus dat zijn de opties die we bekijken. Dus komen de studenten terug of zullen ze waarschijnlijk daar blijven? De studenten zijn, op dit moment is het nog niet beslist, omdat het een vrij zware, het is een hele grote groep ook. Het gaat niet om een klein bedrag. Dus de heer Kastelen is op dit moment aan het kijken naar andere opties om de financiering te garanderen. De bewindsman zegt verder dat hij reeds een gesprek heeft gevoerd met de studenten en hun adviseur Guno Kastelen. Er is een eindverslag geproduceerd waarbij alle actoren die belast zijn met het uitzenden van studenten hebben aangegeven dat het steeds moeilijker wordt om de eerder gemaakte financiële afspraken na te leven. De studenten hebben natuurlijk een adviseur en ik ben blij met Kastelen, heel constructieve gesprekken gehad. Hij zelf is ook met de oplossing gekomen. Ik heb hem nog een weekje de tijd te geven om te gaan kijken naar de voorstellen die hij heeft gedaan. En aan de hand van zijn bevindingen zullen we verder besluiten binnen de regeringsverband. Maar feit is wel dat de betalingen, althans de financiële afspraken op dit moment, heel erg zwaar drukken op onze begroting. Minister Amaramadin van Volksgezondheid. Er worden mogelijkheden op regeringsniveau bekeken om de studie van de Surinaamse medische studenten in Cuba te garanderen.